Wat ben jij aan het doen? Ik ben een Playmobil-poppetje aan het verven. Ik vond ze een beetje er saai uitzien. Ik dacht, oh, ik doe wat groen. Ik doe wat roze. Oh, het gezicht. Jouw Playmobil-poppetjes, dat zijn mijn Playmobil-poppetjes. Oh, sorry. Ik ga zo even schoonwassen. Mag dat met het water? Ja. Oh, sorry. Zo. Ik zit nooit hier. Weet je, het lijkt eigenlijk wel een beetje op dopen. Wat is dopen nou weer? Dopen, ja, dat doe je dus ook in water. En dat staat in de Bijbel. Hij ligt daar. En dat staat in Romeinen 6, vers 3 tot 4. Ja. Oké, Romeinen 6, vers 3 staat: jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft. Onze machtige vader heeft hem laten opstaan uit de dood. Huh? Oké, dat is best wel apart. Ja, dus eigenlijk staan er een paar dingen in over dopen. Zal ik ze even uitleggen aan je? Ja, fijn. Ik snap het nog niet zo heel goed. Oké, nou. Ten eerste betekent dopen dat je bij Jezus hoort. Daarmee laat je zien, ik hoor bij Jezus. En er staat ook in dat stukje wat je net hebt gelezen, is dat het dat je, zeg maar, net als Jezus ging dood. Je gaat dan in, kijk, je gaat dan zo in het water. Jezus was dood. Toen was hij weer levend geworden. En wat dan ook gewoon gelijk heel erg mooi is, is dat dan je zonden vergeven zijn. Dan ben je als het ware een nieuwe mens. Net als dit poppetje. Mm. Nou, oké, je hebt wel heel goed geverfd. Maar die ziet er dan weer als nieuw uit. Dus dat wil het eigenlijk zeggen. Okay. Je bent gedoopt, je hoort bij Jezus. En je hebt eigenlijk net als Jezus gedaan. Oh, dat is wel cool. Dus je hebt eigenlijk gewoon een nieuw leven. Je hebt een nieuw leven gekregen. Ja, en je ziet dat er weer uit als nieuw. Oké. Ik ben dat wel blij cool. Dat mijn poppetje er weer als nieuw uitziet. Ja, sorry. Volgende keer zou ik andere verf gebruiken. Dat gaat er beter af. Dat is goed. Dat is goed. Zal ik bidden? Ja, fijn. Nee, is goed. Eigenlijk wel heel mooi wat we vandaag hebben ontdekt. Ik vind het heel mooi dat je, als je dan onder water gaat, dat voor zoiets moois staat. Ja. Ik bedoel, als ik maar ga zwemmen, denk ik daar nooit aan. Nee, maar als je dus echt gaat dopen, dat is best wel gaaf. Dat is best wel cool. Cool, hè? Ja. En het gebeurt natuurlijk ook heel vaak in de kerk dat je gedoopt wordt. Oh, en dan betekent dus dat water niet dat je gaat zwemmen. Nee, of in bad gaat. Dat natuurlijk niet. Maar dat je dus gewoon eigenlijk ondergaat en weer opnieuw boven komt. Cool, een nieuw persoon. Dat is wel gaaf. Laten we bidden daarvoor. Lieve Vader, lieve God, dank u wel dat we door de doop mogen laten zien dat we bij u horen. Dat we uw kind zijn en dat we opnieuw mogen beginnen. Dat we een soort van als nieuw zijn. Dat alles wat niet fijn is, wat we misschien niet goed hebben gedaan, dat is helemaal weggewassen. Dank u wel daarvoor dat we dat zo door de doop mogen beleven. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. En ook als we misschien nadenken hierover, dat u ons helpt. En dat u gewoon onze grote God bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, superleuk dat ik dit nu weet. Ja, nou jij kan weer lekker gaan spelen. Mag ik misschien meedoen? Ja, tuurlijk. Zullen we eerst zwaaien? Oh ja. Okay, doeg! Ja. Oh, jullie zijn er al. Ik heb ook weer een vraag binnengekregen. Dit keer van John. Dankjewel, John. Die vraagt, wie doopt er in de Bijbel? Wie doopt er in de Bijbel? Nou, dat is niet één iemand. We zien het verhaal natuurlijk van Johannes de Doper. Die heeft Jezus gedoopt. En de discipelen hebben later ook nog mensen gedoopt. Dus dat was niet één iemand, maar meerdere. Ik hoop dat dit een goed antwoord was voor jouw vraag, John. En heb jij nu ook een vraag? Stel het op dit adres. En wie weet, volgende week komt jouw vraag dan misschien voorbij, waar ik een antwoord op kan geven. Oké.